Maar dat houdt mij niet tegen om vandaag met jullie een nieuw letterliedje te doen. Want dit letterliedje zal vandaag over de letter O zijn. Zo, hey, hallo. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Meester Leroy. Zoals je het misschien merkt, ik ben erg verkouden. Maar dat houdt mij niet tegen om vandaag met jullie een nieuw letterliedje te doen. Want dit letterliedje zal vandaag over de letter O zijn. En voor de letter O hebben we een dier gekozen. Dat is de otter. En deze coole dieren, die zijn sinds pas weer in Nederland. En sinds een paar jaar weer. En het leuke is, die zitten dus bij de rivieren, bij de oevers. En die dobberen een beetje door het water. Zelfs in de herfst als het koud is. Dus ik vraag me wel af, worden zij nooit verkouden? Misschien komen we er wel achter in het liedje. Want voordat wij het liedje gaan doen, ga ik eerst natuurlijk weer het gebaar met jullie doen. En wat je daarvoor doet, is daar pak je weer je linkerarm voor. In je linkerarm dan heb je eigenlijk, laat je even 5 vingers zien. En die wijsvinger en die duim die draai je naar elkaar toe. Net zoals de O. Nou, en als je die dus hebt, die doe je dan voor je oog. Gewoon er doorheen kijken, totdat je een verrekijker hebt. Even kijken. Nou. En dan ga je staan. Je houdt hem alvast vast. En je zegt O. Heel goed. Gaan we een keertje samen doen. Let op. 1, 2, 3, 4. O. Gaan we nog een keer doen, maar een paar keer heel snel. Op 3, 2, 1, op 3, 2, 1, op 3, 2, 1, op 3, 2, 1, op. Heel goed. Super tof dat jullie dat alweer kunnen. En met het gebaar van de O op zak kunnen wij met elkaar het liedje over de otter gaan zingen. Hey, zijn jullie klaar voor? Kom op, ik hoor jullie niet. Zijn jullie er klaar voor? Heel goed. Want dan gaan we ons liedje zingen over de letter O. Want O is de otter. Heel goed. Hop. 1, 2, 3, 4. O is de otter. Kan het nog zotter? Ben je soms verkouden of hoor ik gesnotter? Van je snuit het slot eruit. Want deze otter is nog zotter dan een valse blokfluit. Hop. 1, 2, 3, 4. O is de otter, kan het nog zotter? Ben je soms verkouden of hoor ik gesnotter? Van je snuit het slot eruit. Deze otter is nog zotter dan een valse blokfluit. Want deze otter is nog zotter dan een valse blokfluit. Hey, heel goed, dat was hem alweer. En het is wel een leuk liedje. Het is wel lastig, er zitten wat tongbrekers in, zoals deze otter is nog zotter dan een valse blokfluit. Die is best moeilijk. Maar ik heb alle vertrouwen in dat jullie dat heel goed kunnen gaan leren. En misschien ook gewoon plezier hebben in een superleuk liedje zingen. En daarbij ook gelijk de letter O leren. Wil je nou nog meer leren over de letter O? Kijk dan even beneden in de omschrijving. Daar zit een linkje van Ginzy. Klik erop. En dan kom je bij de les die ik ook in de klas doe. Daarvan vier plaatjes, geluiden, alles wat maar te maken heeft met de letter O. Ben je daarmee klaar? En denk je, ik wil nog meer zingend leren? Kijk dan in van deze twee video's hier zo. En dan kun je meer van mijn letterliedjes en andere liedjes zien. Wil je ook andere video's zien of mijn nieuwste video's? Abonneer dan even. Want dan krijg jij de nieuwste video's van mij te zien. Zoals deze. En dan zeg ik, tot de volgende keer.